Als je zo kijkt, lijkt er niks spannends aan. Het gebied met de naam Area 51 bestaat vooral uit veel zand. Wel staan er veel waarschuwingsborden waarop staat dat bezoekers niet verder mogen gaan. Maar YouTubers Ties Ganzier en Govert Zweep deden dat toch. Aan een Amerikaanse nieuwszender vertelt Govert wat er gebeurde. And we saw a lot of people on YouTube. We searched it. That go there and stuff. And it was no problem. They all just make pictures and stuff. So we thought, okay, let's just ask them. And then if it is wrong, then we just go back and nothing happens. Maar al snel werden hij en Ties opgepakt door de Amerikaanse politie. They searched all the whole car. We had to, yeah, I think that's it. Like 4 hours, I think so. And then at the end, we had to do our hands over our back, and they said, "You're arrested because of trespassing." Volgens de politie hadden ze camera's, laptops en een drone bij zich. We zijn 3 dagen al bezig. Govert bezoekt voor zijn YouTube-kanaal met ruim 300.000 abonnees wel vaker bijzondere plekken. Dit is niet normaal. Ties heeft zelfs 700.000 abonnees. Soms trekken de vrienden samen op en tijdens hun vakantie in Amerika besloten ze het geheimzinnige Area 51 te bezoeken. Eerste dag in Amerika achter de rug. Wat een prachtig land. Vandaag richting Area 51. Wish me luck! Die plek ligt hier, in de woestijn van de Amerikaanse staat Nevada. Het is een zwaar beveiligde militaire basis en wat daar gebeurt houdt de Amerikaanse regering geheim. Dat het verboden gebied is en je er dus absoluut niet naartoe mag, maakt de plek misschien nog wel spannender. Er worden dan ook veel wilde verhalen verteld over wat daar allemaal zou gebeuren. Sommige mensen denken zelfs dat er aliens en UFO's op die plek liggen, maar dat is nooit bewezen. Govert en Ties zouden voorbij waarschuwingsborden gereden zijn waarop stond dat ze niet verder mochten. Op Instagram wordt veel gereageerd op de foto die de Amerikaanse politie van het duo maakte. Veel kinderen doen dat met deze hashtag. Free Ties, free Govert. Anderen laten weten de actie niet zo slim te vinden. Ze waren gewaarschuwd. De YouTubers zijn niet de enigen die Area 51 met eigen ogen willen zien. Op Facebook was een evenement aangemaakt om volgende week met veel mensen tegelijk naar Area 51 te gaan. Zeker 2 miljoen mensen zeiden dat te willen doen. Er werden zelfs grappen gemaakt om het gebied te bestormen. Maar Govert zegt dat dat niet de reden is dat ze er waren. We didn't have any intention to storm it because we leave one day before the actual storming date. Wanneer Govert en Ties weer vrijkomen is nog onduidelijk. They're not giving any clear information about what's next. We don't want to spend every day in jail here during our holiday.